Tekst voor de prediking. En die tekst heeft iets te maken met de 5e mei die we de afgelopen week mochten beleven. Is het 17e vers van 2 Korinthe 3. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Vrijheid. Dat is een woord wat in deze gedenkdagen aan het begin van de maand mei een gouden rand heeft. We gedenken dat we weer zoveel jaren geleden van onder de overheersing van het Duitse nazisme zijn bevrijd. 5 mei. Misschien was het wel een beetje gewoon geworden door de jaren heen. Maar de gebeurtenissen van het begin dit jaar in de Oekraïne hebben ons er toch wel weer sterk aan herinnerd. Wat een onwaardeerbaar goed het is als wij vrij zijn van knechting, van slavernij, van buitenaf. Vrijheid. Maar wat is dat eigenlijk? En dan bedoel ik het niet, wat is de algemene opinie over vrijheid? Al mag je daar ook best naar luisteren. Maar wat betekent vrijheid in het licht van het onfeilbare woord van de Heere? Wanneer ben je echt vrij? Wanneer is het echt bevrijdingsdag? We willen er samen met Gods hulp bij stilstaan. En schrijven als thema boven deze tekst de echte bevrijding. Twee gedachten. Allereerst waar de vrijheid niet te vinden is. Dat is waar de geest van de Heere niet is. En in de tweede plaats waar de vrijheid echt op ligt. Daar is vrijheid. Waar Christus door zijn geest woont en werkt.